Doodgeboren kindertjes krijgen een monument op de Asser Noorderbegraafplaats. Bolleplanten in Drouwen tijdens de Nationale Burendag. En iets minder deelnemers, maar corona houdt het Bachkoor niet tegen om te zingen. Een grasveld met 67 anonieme kindergrafjes op de Noorderbegraafplaats in Assen krijgt een grafmonument. Vrijwilligers willen hiermee de kinderen herdenken die op deze plek in de jaren 50 naamloos begraven zijn. Die kinderen hadden geen voornaam en ook als ze begraven waren mocht er geen zerk of een steen op die graven. Dus eigenlijk is het heel triest, die liggen gewoon hier in het gras. En dat vinden wij natuurlijk als vrijwilligers eigenlijk heel bizar. We hebben altijd gezegd, het zou toch mooi zijn als we voor die 67 kindertjes als collectief toch een monumentje zouden kunnen plaatsen. Het gaat om kinderen die tussen 1951 en 1955 levenloos zijn geboren of voor de geboorteaangifte zijn overleden. Met een gift van de Rabobank is het Stichting Noorderbegraafplaats Assen gelukt om het monument te laten maken. Ja, het is een zuil, een hele mooie zuil met een prachtig gedicht erop van Martin Koster, bekende Drentse dichter. En ja, ik moet eigenlijk niet alles verklappen, hè. Dus er zitten nog een aantal hele mooie elementen op, maar het is heel sober aan de ene kant, maar ook heel mooi. Wij zijn er echt heel enthousiast over en wij hopen dat ook nabestaanden die we nog hopen te vinden, dat die er ook enthousiast over zijn. Een van de nabestaanden is Geert Vechter uit Assen. Zijn eerste zoon ligt op het kinderveldje begraven. Ja, ondanks dat het al, want het is natuurlijk, dit kind is geboren op 1 mei 1953, dus vlug geteld is dat 67 jaar geleden. Maar we zeggen, als wij op de Noorderbegraafplaats komen, zeggen we altijd, ja, hier ligt ons kind. En dat blijft er toch altijd. En daarom dat er nu zo'n monument komt, ik vind het fijn dat de stichting dit opgepakt heeft en dat ze nou dit monument hebben plaatsen. Ja, dat is voor ons is dat echt een vervulling van een wens. Geert en zijn vrouw Klaasien waren nog jong toen hun eerste kind ter wereld kwam. De uitvaart van het jongetje ging destijds heel anders dan nu het geval zou zijn. Je ging met de begrafenisauto mee. Het kind werd begraven met de begrafenisondernemer, de graver en ik. En dan ging ik weer naar mijn werk. En dan werd gewoon gedacht van, nou, dat is achter de rug. En als dan je eerste kind is, dan komt dat wel heel wrang over. Je vrouw ligt dan nog in de kliniek, dus is ook helemaal geen tijd om dat samen te doen. Dus eigenlijk tijd voor rouwen werd in die tijd eigenlijk niet als normaal ervaren. Het monument wordt op 23 oktober officieel onthuld. Stichting Noorderbegraafplaats is nog op zoek naar meer nabestaanden die hierbij aanwezig willen zijn. We zouden het prachtig vinden als ouders of broers of zussen van de hier begraven kindertjes zich melden bij ons, zodat we ze kunnen uitnodigen voor de onthulling op 23 oktober. Bollen. Heel veel bollen gingen er vandaag de grond in het natuurparkje Alinghoek in Drouwen. En op Burendag doet het dorp dat natuurlijk samen. Jong en oud. Wij hebben hier vandaag Burendag gevierd met bewoners van Drouwen, Bronnigerveen en Bronniger. En ter gelegenheid daarvan hebben we hier in het natuurparkje Alinghoek ruim 2500 bloembollen gepoot. Die dus volgend voorjaar beginnen te bloeien. Februari tot en met mei, juni is er dan kleur. Zodat er vanaf het begin van het vroege voorjaar iets is voor de insecten dat ze nectar kunnen halen. Zomers bloeit hier al heel veel, maar in het voorjaar misten we nog heel veel kleuren en nectar. Dus daar hebben we geprobeerd met dit bollenlint samen met elkaar iets aan te doen. Nou, ik heb ze iets van 10 tot 12 hoopjes weggewerkt. Met gemiddeld, 8 tot 10 bolletjes. En die zijn dus nu in de grond. En vindt u het gezellig, zo'n burendag? Dat is altijd gezellig. Je leert elkaar kennen. Je weet dat je gemeenschappelijk belang hebt wat betreft de natuur. En ook wat betreft je dorp. En dat is heel belangrijk. Sinds 2006 bestaat Burendag. Het is de bedoeling dat tijdens die dag zoveel mogelijk buren met elkaar in contact komen. Om buurten leuker, socialer en veiliger te maken. Lenstra kijkt positief terug op de dag in Drouwen. Echt heel geslaagd. Leuk dat er veel mensen uit de omgeving, uit onze drie dorpen aanwezig zijn. En je ziet ook dat de belangstelling daarvoor en het draagvlak eigenlijk steeds groter wordt. Want bij elke activiteit die we organiseren komen er weer een paar mensen meer bij. Nou ja, en het is gewoon fantastisch om te zien dat je in de gesprekken, zomers hier op straat, merkt dat mensen het gewoon leuk vinden. Dat ze zien dat er zelfs na één jaar al wijziging is in het aantal kleuren, aantal bloemen wat je hier ziet. Dus hartstikke positief. Voor de 12e keer is er in Drenthe een groot Bachkoor.
Het project Collegium Vocale Drenthe werkt onder leiding van dirigent Roelof Bosma toe naar twee concerten. Daarin brengt het koor twee zangstukken van componist Johann Sebastian Bach ten gehore. Vandaag is de eerste repetitiedag en door corona gaat zo'n koorrepetitie anders dan normaal. En door de corona zijn heel veel dingen die we niet kunnen doen, zoals we anders gaan doen. Totaal andere opstelling. Er zijn mensen met minder aanmeldingen, er zijn mensen die toch een beetje huiverig zijn. Maar volgens ons hebben we het goed geregeld, goed voor elkaar, dat zul je straks ook zien. Nou, dat is heel apart, dat zijn we niet gewend, maar we doen ons best. We zien wel hoe het gaat. We willen heel graag weer beginnen met iets, want je doet eigenlijk niks in deze tijd. Dus we gaan ervoor. En wat voor maatregelen zijn er zo al genomen? Nou, sowieso dat we iemand in een koor aangesteld hebben vanuit het bestuur om in de gaten te houden dat 1,5 meter ook blijft. Want onwillekeurig loop je even naar elkaar toe. Een soort opziener. Een soort opziener, ja, inderdaad. En het afstand houden begint al bij binnenkomst. De koorleden worden volgens een plattegrond naar hun plek begeleid. In de kerkbanken, waar ze 1,5 meter van elkaar vandaan zitten. En dat kan lastig zijn voor sommige koorleden. 1,5 meter, en dat is wel een beetje lastig. Je hebt geen steun aan elkaar. Hè? En als je naast elkaar staat, heb je steun aan elkaar. Voor de leden is het soms heel spannend. Met name van, oei, hoor ik de buren wel? Nee, die hoor je niet. Je moet nou zelf zingen. En niet leunen op de buren. En op zich is dat wel heel fijn voor de dirigent. Want dan weten ze heel goed wat ze thuis moeten oefenen. De stukken moeten er heel goed in zitten. In de kerkzaal staat de ventilatie aan en er wordt zelfs gemeten hoe de luchtkwaliteit is. Het repeteren kan dus beginnen, maar het is nog onzeker of de concerten zelf uiteindelijk wel door kunnen gaan. Als het niet kan en het is niet verantwoord, dan wordt gelijk de stekker eruit getrokken. Maar we zeggen wel, als we niks doen, gebeurt er niks. Stel dat wel mag en we hebben niet gerepeteerd, dan kunnen we ook geen concert geven. Dus vandaar met bestuur, handen uit de mouwen, aanpakken en kijken wat kan. Het zingen mag wel als je gewoon aan de regels houdt. En ook als je 1,5 meter ruimte maar aanhoudt, betekent met het concert dat we die 2 keer doen, om 5 uur en om 8 uur. Sommige leden mogen beide concerten meedoen, maar als we 30 op podium mogen hebben of 25 en er zijn meer leden, dan kan niet iedereen beide concerten meedoen. De 2 concerten staan gepland op zondag 15 november in de Hoofdstraatkerk in Hogeveen. Vannacht gaat het regenen en staat er een stevige noordelijke wind. De temperatuur daalt tot 1 graad of 12. Morgen is het overwegend bewolkt en begint droog. In de loop van de dag kan er wat lichte motregen vallen. Bij een vrij krachtige noordelijke wind stijgt de temperatuur tot maximaal 19 graden. In de dagen daarna is het grotendeels droog. Laat de zon zich af en toe zien, maar kan er ook wat regen of motregen vallen. Met temperaturen tussen de 17 en 20 graden is het lekker herfstweer. Dit was Drenthe Nu. Fijne avond en graag tot morgen.